Jezus, zijn keuze stond vast. Hij zou van mensen houden. Van elke mens, met al zijn goed en zijn kwaad. Zoals hij was, hij of zij, of hoe hij of zij maar was. Door al hun eigenaardigheden heen zou hij houden, vooral van wie niemand hield. Hij zou voor ze opkomen, voor alles wat een mens meer mens maakt, meer beeld van God, die liefde is. En tegen alles wat dit beeld van God verduistert. Zijn ja aan de mens was het radicale nee aan elk bezit ten koste van de mens. Het was zijn keuze, zijn diepste bestemming als mens van God. Door die geest en door geen andere werd hij gedreven. Ook toen het gevaarlijk werd, toen ze hem in de steek lieten, hem alleen lieten met zijn angst voor het kruis dat niet meer te ontwijken was. Zijn keuze was echt. Toen hij stierf, kwam zijn geest tot leven. Zo grondig als de dood zijn werk kan doen, zo grondig breekt precies op dat moment het leven door. De valse zekerheden zijn ontmaskerd. De boeien die mensen binden en opsluiten in zichzelf vallen af. De wanhoop en angst zijn overwonnen. Onvermoede energie wordt vrijgemaakt en tilt een mens over zijn grenzen heen. Zijn geest breekt door, onstuitbaar, door geen grafsteen meer tegen te houden. Gemeenschap groeit van breken en delen, van nieuwe verbondenheid. Op de vaste, dragende grond van zijn liefde. Uit het evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Waren dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij. Opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Nadat het orbe, nadat het spante, quenat ios tiene nata.
God vermoeden. Niet in koude leerstelling, niet in harde zekerheden ben jij te vinden. Slechts in liefde ben jij te vermoeden. In de hartverwarmende inzet van de ene mens voor de ander. In de bescheiden trouw aan wie leidt in het leven ben jij te vermoeden. Niet op tronen, niet ver boven ons verheven ben jij te vinden. Slechts in liefde ben jij te vermoeden. In mensen met opbeurende woorden en met daden die recht doen. In mensen die vertrouwen schenken, de droom in een nieuwe wereld niet opgeven. Niet in de wereld van macht en prestige. Niet in de wereld van onverdachtmakerij en buitenspel zetten ben jij te vinden. Slechts in liefde ben jij te vermoeden.